Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Zo na een uurtje heb ik ongeveer de moed gekregen en een rustig plekje gevonden om deze intro in te gaan spreken voor jullie, voor deze video. En deze keer geen gear review of adviesvideo, of misschien wel adviesvideo, maar een beetje anders dan wat jullie gewend zijn. Want ik zit nu op Schiphol te wachten op het vliegtuig naar New York. Ik ga eigenlijk een project doen waar ik al heel lang zin in had om te gaan doen. En ik ben het nu ook gaan doen. En in deze video wil ik een beetje gaan vertellen hoe ik hier ben gekomen en hoe ik ook jullie wil motiveren en tips wil geven om te zorgen dat je bijvoorbeeld ook dit soort dingen kan gaan doen met je fotografie. Dus hoe je jezelf kan ontwikkelen om ook gewoon dit soort stappen te kunnen gaan nemen. Denk gewoon, ik ben ergens. En als ik kijk naar waar ik vroeger op de PI naar keek, wat mijn droomspullen was, ja, die heb ik nu gewoon. Ik heb nu gewoon een mooie printer. Eerst was een Epson, nu heb ik een Canon Pro 1000. Camera's, videocamera's. Ik schiet momenteel met een middenformaatcamera. Alles waar ik vroeger van droomde, van dat wil ik hebben. En als ik dat heb, dan ben ik er. Nou, dan merk je ook dat eigenlijk je apparatuur, het helpt je absoluut bij het bereiken van je doelen, omdat je ook kan maken wat je wil en wat je in je hoofd hebt. De creative gap kleiner maken. Aan de andere kant, als ik kijk wat ik nu met een simpele apparatuur kan, omdat ik gewoon heel veel kennis heb opgedaan, kan ik er ook mee. Dus sta je niet alleen blind. En dan komen ze ook gelijk op een mooi punt op van waar moet je nou in investeren. En ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je in jezelf investeert. En de stoute schoenen aantrekt en het lef neemt om gewoon dingen te gaan doen. Bijvoorbeeld het project nu aan het doen bent. Dit project had ik eigenlijk al jarenlang in mijn hoofd zitten. Een keer met Easton, die ik een paar jaar geleden op Noordje Jazz ontmoet heb, in Amerika, in New York, gaan filmen over zijn leven. Nou, nu door COVID is hij een tijdje in Nederland gekomen. En dat is eigenlijk het begin van het verhaal geworden. En waar het eigenlijk eerst misschien 1-2 dagen filmen, zo word ik hier lekker in Rotterdam, klaar klein. Ja, is nu uitgegroeid naar een heel groot internationaal project. En zit ik daar nu gewoon op Schiphol te wachten op mijn vliegtuig naar New York toe. En ga ik eindelijk naar New York toe, wat ik al heel lang eigenlijk ook al wilde. En dat is denk ik nog een les die ik wil leren inderdaad. Ga dat je eigen projecten doen, maar ook gewoon focus je op dingen. Het visualiseer dingen. En dat klinkt eigenlijk altijd zweverig. Altijd als mensen erover hoorden praten van ja, visualiseer en denk over dat. En dan kom je er wel eens ergens altijd iets van ja, ver van mijn bedshow en het zal me wel wat en een beetje zweverig. Maar uiteindelijk als ik kijk, alles waar ik eigenlijk altijd van gedroomd heb, dat heb ik nu, dat ben ik nu, daar ben ik verder. En ik heb misschien voor mezelf het idee van ja, je bent toch nergens, of je hebt nog hele grote berg doen, maar die berg die wordt eigenlijk alsmaar groter. En vier iedere piek die je bereikt, en dan maak je dan een dalletje of dan kom je anders, moet je weer heroriënteren en dan klim je weer. En blijf doelen houden en blijf er vast en dan zou je uiteindelijk merken dat je eigenlijk als je terugkijkt al die doelen wel behaald hebt. Ook al op het moment zelf heb je altijd iets van ja, ik ben nergens, de anderen zijn verder dan mij, maar ja, vier de kleine dingen. Zo, we zijn weer op pad en het is regenachtig weer. En als het regenachtig is, kan je twee dingen denken. A. Ik blijf thuis. Ik blijf lekker binnen. Alleen, als je dat continu denkt, dat zodra het maar een beetje mis zit of wat het dan is als je project wil gaan doen, dat je dan maar niks gaat doen, ja, dan kom je uiteindelijk ook nergens. En nou ja, laat ik zo zeggen, het belangrijkste ding is als je bijvoorbeeld de race wil winnen, is dat je, ja, aan de finish, of in ieder geval aan de startlijn moet verschijnen. Want als je nog start, dan kom je ook nergens. Dus ja, dat is best wel een belangrijk ding. Ik merk dat inderdaad, er zijn heel veel dromers en mensen die zeggen van ja, ik zou eens een film willen maken, ik zou eens een project willen doen en dat. Maar uiteindelijk starten ze nooit, want er hoeft maar dit te gebeuren, een druppeltje, een dingetje. En het is gelijk zoiets van, ja, ik blijf thuis vandaag, ik ga niet. En als je zo blijft denken, ja, dan kom je natuurlijk uiteindelijk ook nergens. Dus je moet uiteindelijk gewoon op een moment zeggen van, ik ga het gewoon doen. Ik ga beginnen. Ik bel die klant op, potentiële klant. Ik bel een persoon waar ik met mee wil doen. Ik begin gewoon een project en dan begin je maar. Want ja, anders kom je ook nergens. Zo, ik loop nu bij de New York Stock Exchange.
hier achter mij, waar het gisteren echt een bloedrode dag was wegens inflatiezorgen. En ik wil hier eigenlijk twee verhalen vertellen. Eentje heeft te maken onder andere met dit meisje, maar daar kom ik zo meteen op. De eerste heeft inderdaad te maken met wat er gisteren aan de hand was, tenminste soms van. Dit is een plek, hier wordt elke dag voor miljarden aan handel gedreven. Aan aandelen, vooral miljoenen, miljarden, geen idee eigenlijk, dik miljarden. Ik ben niet helemaal thuis, maar er wordt hier gewoon heel veel, ja, calculated risk genomen door, ja, de mannen in de pak en waarschijnlijk ook heel veel door de nerds en de computersystemen die alles lopen te analyseren. En dat is ook niet, je moet af en toe gewoon dat het risico nemen, het uit bed komen om toch gewoon maar hetgene te gaan doen. Het tweede gedeelte wat ik wil vertellen, dat gaat inderdaad over die mannen in de strakke pakken en het kleine meisje. Zoals je waarschijnlijk weet, ja, ik ben niet echt het type man in strak pak en degene wat past op een vast kantoor of binnen überhaupt een algemeen establishment. Pas geweest, ik merk ook in de filmbusiness, ja, ik ben niet echt de intro establishment. Wij doen het allemaal redelijk, ja, guerrilla marketing zoals Easton het noemt. Of guerrilla filmmaking, weet je, wij gaan gewoon doen. We gaan niet eerst de conventies afwachten en moeilijk doen en maar wachten met film maken. We gaan gewoon op pad en de film maken. En het heeft ook een klein beetje te maken dus met dat meisje voor de stock exchange. Het meisje staat er gewoon van, ik ga het aanpakken. Ondanks ik hier misschien niet tussen zou passen als klein meisje in een jurkje tegen de mannen in de strakke pakken. Ja, staat er gewoon echt bij van, ik ga de wereld aanpakken. Dat, als jij ook verder wil komen, ja, dan moet je het ook gewoon gaan doen. Niet denken van, ja, maar ik pas er niet tussen. Het is af en toe gewoon een klein beetje ellebogen werken en gewoon maar proberen ertussen te komen. En ja, ik ben niet vies van een klein beetje regen, maar ik ga toch even droog zoeken, ben ik bang. En dan nog even een ding over de mannen in de strakke pakken, om het zo maar te zeggen. Als je dan hier in de rondte kijkt, naar de mannetjes in de strakke pakjes en de dingen, dan denk je van, ja, die mensen hebben geld en die verdienen veel. Maar of ze nou echt gelukkig zijn, ik betwijfel. Het is toch een hoop poeha en dat soort dingen. En ja, je hebt ook af en toe, ja, dat arme mensen die denken ook van, ik had het anders willen. Maar ja, als je maar misschien op je baan zit of in je ding zit van, ja, ik kan niet goed geld verdienen, je hebt zekerheid. Aan de ene kant, het is natuurlijk heel erg fijn. Maar als je weet dat je niet helemaal op je plek voelt, ja, ga ook gewoon wat anders zoeken, zou ik zeggen. Of ga doen, volg je passie. Anders kom je daar ook nergens. Ook nog even in de categorie Goliath tegen David. Die is er ook gewoon een man met zijn klein stintje gewoon recht tegenover de Starbucks. Gewoon fuck it. Ik ga gewoon tegenover, ja, mijn grote superconcurrent staan. Ik ga hier gewoon lekker mijn dingetje kopen. En ik moet zeggen, wat ik nu gehad heb, je kan beter bij dit stintje kopen dan bij deze corporate naamgasten. Op dit punt aangekomen in de video, misschien gelijk even een mooi momentje. Als je het nou een leuke video vindt, geef een duimpje omhoog. Hier beneden, en wil je meer van mijn video's zien, abonneer je even. En wat ook belangrijk is, is natuurlijk een beetje, ja, de beroemde Pippi Langkous uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En ja, als mensen je vragen om dingen te doen die je nog gedaan hebt, je kan wel de boot afhouden. Of überhaupt denken, als je zegt, ja, maar ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ga het niet doen. Dan kom je ook nergens. Maar er is wel een kleine kanttekening aan. Dat op het moment dat je denkt van, ik ga het doen, dat je dan wel eerst even geoefend. Maar als je het voor een klant gaat doen met een bruiloft of zo, ja, als je nooit echt goed reportage schoot, heb je gaan bruiloft doen en dan verpest je het voor je klant. Ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus maak wel het positief van. Denk gewoon van, ja, weet je, ik heb het nooit gedaan, maar ik ga het gewoon doen. Maar als je dat gaat doen, ga wel van tevoren even leren. En komend weekend sta ik weer op de PR, terwijl ik hier naar de Empire State Building walk. Loop. Ik ging half Engels denken, echt zeker. Maar waar ik het over wilde hebben. Vroeger, als ik naar de professional imagingbeurs ging en ik zag die gasten die polden en dat soort dingen praten zou. Ik dacht al dat het gasten zijn, weet je, die hebben uitgevogeld hoe het werkt, die weten hoe het moet. Daar komt alles voor aanwaaien, die hebben hele gave projecten voor elkaar gekregen. Op het punt dat je daar staat, dan heb je het wel allemaal aardig gemaakt. Dat kan je vertellen uit ervaring, maar is niet zo. Ik ken inmiddels een hoop van die gasten. En ja, die zijn ook nog steeds op zoek naar de juiste opdrachten en aan het priegelen en aan het plooien om maar hun projecten van de grond te krijgen. Dus ja, je kan naar ze opkijken. Je kan ook met ze meekijken, want ze zijn net zo struggelend als wij zijn. En om het eigenlijk maar af te sluiten, uiteindelijk gaat het niet om dat je denkt van ik ben ergens, maar ik denk ik ben ergens. En nou ja,
flop, even uitgezoomd. Ik sta nu wel gewoon lekker in New York mijn werk te doen. Iets wat ik altijd van gedroomd heb, kan ik weten te bereiken en doen. Dus ja, maar weer teken eigenlijk, ja, als mij het kan lukken, dan lukt het jullie ook.